En dan de crisis nu. De pensioenfondsen krijgen van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meer tijd om hun financiën weer op orde te krijgen. En minister Donner, die is hier. Welkom, goedenavond. En tegenover u zit Erik Mekking. Erik is de auteur van dit boek, Deflatie in aantocht. Alweer 4 jaar geleden verschenen, maar zeer actueel op dit moment. En we praten met u beiden. Eerst minister Donner. We beginnen met de pensioenfondsen, waarvan het vermogen dramatisch is geslonken. Onder de 105% dekkingsgraad. En dat schrijft de wet voor, daar moeten ze zitten. En nu geeft ze nu uitstel. Wat merken gepensioneerden de komende 5 jaar van de problemen bij de pensioenfondsen? Gaat er al geld vanaf, maandelijks? Nee, daar is de maatregel juist voor bedoeld, om dat te voorkomen. Dat betekent wel dat de wet met zich meebrengt dat zolang er een mogelijkheid nog bestaat van korting, het minder waarschijnlijk is dat er geïndexeerd zal worden. Kijk, tenslotte, het gaat erom dat je je verplichtingen weer kunt dekken uit je vermogen. Dan kun je niet tegelijkertijd je verplichtingen uitbreiden. De pensioenfondsen die waren erbij vandaag bij de persconferentie. En die zeggen van dit plan is toch niet waar wij op gehoopt hadden. Dit gaat de gepensioneerden wel geld kosten. En het plan is te streng. Dat zegt ook de vakbond de FNV. Dat komt omdat zij vinden dat de termijn nog langer zou moeten zijn, zodat ook ieder pensioenfonds eventueel de mogelijkheid krijgt van herstel. Maar dan zit ik ook met termijnen die nog langer mensen eventueel niet indexeren. Klopt het wat de FNV en de pensioenfondsen zeggen? Er zullen honderdduizenden mensen zijn die gekort worden, misschien wel 10% op hun pensioen de komende jaren. Misschien al volgend jaar. Dat kan ik niet zeggen. Dat is inderdaad zo dat er naar alle waarschijnlijkheid wel enkele pensioenfondsen zijn die niet binnen 5 jaar kunnen herstellen. Dus die hebben dramatische rendementen. Om welke aantallen dat gaat, moet nu juist blijken, omdat ze nu voor 1 april herstelplannen moeten indienen, waaruit blijkt of ze in een traject van 5 jaar terug kunnen komen op een dekking van 105% of niet. Dat gaat over de pensioenfondsen. Daarnaast heeft u in het kabinet gesproken over loonmatiging. En u hoopt en gaat ervan uit dat de vakbonden daarin meegaan ook, hè? Om de lonen te matigen de komende tijd. Niet zo dat we nu in het kabinet daar al over spreken. Nee, ik heb aangegeven in die discussie over hoe erg is het dat inderdaad mensen in pensioenfondsen die nu moeten herstellen, dat daar de pensioenen niet geïndexeerd zullen worden. Daarvan heb ik aangegeven dat is ook een verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben van hoe kunnen we voorkomen dat anderen de salarissen wel stijgen. Want dan zit iedereen op hetzelfde niveau. Ja. Nu zegt u 5 jaar en u weet, zoals iedereen, dat we in een dramatische periode zitten. Hoe verdien je als pensioenfonds op dit moment nog geld? Hoe haal je dat geld terug terwijl de beurzen kelderen en er werkelijk nergens geld te verdienen lijkt te vallen op dit moment? In de eerste plaats zitten pensioenfondsen echt niet alleen in vermogens op de beurs. Maar minstens zo belangrijk voor de dekkingsgraad is de rente op lange termijn. Want die bepaalt, dan maak je mogelijk om te berekenen of wat je nu hebt voldoende is om verplichtingen over 30 jaar te dekken. Als die rente bijvoorbeeld met 1% stijgt, stijgt de dekking met ongeveer 15%. En dan ben je eruit, zegt u? Dan ben je er boekhoudkundig uit. Tegelijkertijd moet je dan kijken wat is nu weer de waarschijnlijkheid dat die rente ook op dat niveau blijft. Ja. Dus dat is ook de reden waarom ik wel toch zeg, dat moet nu, ook als het niet binnen 5 jaar kan, wel ingegrepen worden. Niet voor het volle traject dat nodig is. Maar het laat altijd open, ook in de termijnen die gesteld zijn, dat als de rente in de tussentijd oploopt, dat het dan niet nodig is. Als is een belangrijk woord in deze. Erik Mekking, historicus, onderzoek gedaan naar de kredietcrisis in de jaren 30 van de vorige eeuw. Is het aannemelijk dat de komende jaren de beurs weer zo aantrekt en die beleggingen van pensioenfondsen weer winsten gaan maken? Ik verwacht van niet. Omdat ik ervan uitga dat er deflatie zal komen. Wat betekent dat het prijsspel, algemeen prijsspel, zal gaan dalen. En daardoor ook de rentes mee zullen zakken. Dus het wordt heel erg moeilijk voor die pensioenfondsen om terug te klimmen naar die 105%. Zo niet onmogelijk, zegt u dat? Zeer moeilijk tot onmogelijk, ja, verwacht ik. Ja. Ja. U ziet dat ook, minister Donner. Of niet? Heeft u een andere visie erop? Daar heb ik inderdaad geen visie in die zin op. Want ik heb een andere factor waar ik rekening mee hou. Namelijk dat de wijze waarop overheden nu proberen hun economie
weer op peil te krijgen met zich meebrengt dat er op grote schaal geleend wordt. Mm. En ook dat is van invloed op het renteniveau. Ja, dat klinkt allemaal heel academisch. We gaan zo meteen praten met u verder over of er parallellen zijn tussen nu en de jaren 30 vorige eeuw. Het wordt hardop gezegd nu voor het eerst, bijvoorbeeld door premier Balkenende. Dit is de ergste crisis sinds die crisis van de jaren 30 in de vorige eeuw. En die begon in oktober 1929 met de ineenstorting van de beurs op Wall Street. En al snel werd de financiële crisis een economische crisis. En een hele generatie werd getekend door massawerkloosheid toen er nog nauwelijks sociale voorzieningen waren. En daar bleef het niet bij. De sociale en economische ellende bleek een voedingsbodem voor dictaturen. Niemand wilde in de jaren 20 in Amerika geloven dat er ooit een einde zou komen aan de goede tijden. On the hard rock of Manhattan, flimsy stocks were bought with money people never had. And sold for money they never would have. Buy today on credit, sell tomorrow for profit. Tot de beurskrach in 1929. Zodat we nu te maken hebben met een scherp economische terugval. Met een ongekende terugval, want we zitten nu op een niveau van terugval die is eerder denk aan de jaren 30 dan alles wat we daarna hebben meegemaakt. De Nederlandse regering verergert de crisis in de jaren 30 door te bezuinigen. Onze tijd is een ongemeen moeilijke. En het nu levend geslacht, dat grotendeels opgegroeid is in dagen van voorspoed, en dat nu te staan komt voor nijpende zorgen en soms nog erger, krompt zich onder den tegenspoed en ziet vaak geen uitkomst. Wij hebben in Amsterdam met 12.000 jongens onder de 25 jaar geen werk. Dat betekent geen levenstaak, geen levensonderhoud en nog veel meer. Alleen in het bedrijf kunnen wij ons brood verdienen. We hopen dat dit binnenkort weer kan en daarop bereiden wij ons voor door deze arbeid. Daar stopt een trein midden in de heide tussen Zwol en Dedemsvaart. En uit die trein stappen 100 werklozen die telkens voor 2 weken naar de werkverschaffing gaan. Dat wil zeggen, ze worden, zij het dan tijdelijk, onttrokken aan het demoraliserend niets doen. Ze zullen meer ontvangen dan wanneer ze steun trekken. En ze zullen gedurende die tijd wellicht beter gevoed worden dan thuis. Een geestelijke en tegelijk lichamelijke opfrissing dus. En zo zitten ze nu plotseling midden in het werk. Het allerergste is wanneer mensen hun baan verliezen. Want dat betekent dat je dan onzekerheid hebt. Kan ik mijn huur betalen? Kan ik mijn hypotheek betalen? Wanneer krijg ik weer werk? Wat betekent dit voor mijn gezin? Dat is het meest dramatische van de huidige situatie, je baanverlies. Ook de overheid in Amerika probeert in de jaren 30 werk te verschaffen met speciale projecten. En in Duitsland bestrijdt Hitler de recessie met de oorlogsindustrie. En maakt zo een einde aan de werkloosheid. People put their lives on the line. No longer for devilry, for money to live. Bij Giethoorn bevonden zich grote uitgestrektheden uitgeveende plassen die weer dichtgegroeid waren, waardoor een waterige woestenij was ontstaan. De werkverschaffing vond er een dankbaar object om honderden werklozen de spade ter hand te doen nemen, ten einde deze gronden voor de cultuur geschikt te maken en daardoor nieuwe woon- en werkgelegenheid te scheppen. 25% van de beroepsbevolking in de jaren 20-30 is werkloos. Begin jaren 70 ligt de werkloosheid onder de 1%. Stijgt in 1980 tot boven de 10%, krimpt dan weer in 2000 tot 4%, staat vorig jaar nog op 3,9% en zal volgend jaar oplopen tot 9%.
Er is nu echt alle hens aan dek en we hebben ook iedereen nodig om deze crisis te lijf te gaan. Ja, bij ons nog steeds minister Donner en historicus Erik Mekking en de schrijver van dit boek, Deflatie in Aantocht, 4 jaar geleden gepubliceerd. En toen deed het boek niet zoveel en nu heeft het plotseling grote aandacht gekregen. Ik wilde u eigenlijk vragen om een stukje voor te lezen uit uw inleiding van het boek. En het gaat dan over de crisis zoals u die op ons af ziet komen nu. Ja. Nederland zal bijzonder hard worden getroffen tijdens deze crisis, omdat ons land zo sterk afhankelijk is van de wereldhandel. Onze toekomst hangt vooral af van de handel met en de investeringen in de VS, de Verenigde Staten en van de dollarkoers. Te verwachten is dat de aanstaande crisis ongeveer 10 jaar zal duren, net als in de jaren 30 van de vorige eeuw. Gedurende deze periode zullen er dramatische gebeurtenissen plaatsvinden die uw leven en uw financiële zaken ingrijpend zullen beïnvloeden. Ja, dat is een zwart scenario wat u daar schetst. 4 jaar geleden werd u daarom uitgelachen en nu? Nou, steeds serieuzer genomen. U krijgt nu recensies voor het boek in bladen als Intermediair die 4 jaar geleden zeiden dat deugt niet. En nu zeggen ze dit moet je lezen. 4 jaar geleden zeiden ze warrig doemdenken. Ja. En nu zeggen ze van nou ja, het komt, tot nu toe hebt u gelijk gekregen. Maar waar baseert u deze treurige blik op? Wat is de basis hiervoor? De basis hiervoor is dat ik parallel heb getrokken met de jaren 20, jaren 80, 90 van de vorige eeuw. En de jaren 30 en dit heb ik doorgetrokken naar wat ik dus mijn toekomstbeeld heb geschetst. En wat ziet u? Waar zijn de parallellen? Wat ziet u voor overeenkomsten? Nou, kort gezegd zijn de parallellen dus daarom dat in de jaren 20 alles booming was. Alles groeide tot in de hemel. En dat werd New Economy of New Era genoemd. En dat liep spaak door de grote beurscrash van 1929. En in de jaren 90 hadden we het over de New Economy. De boom groeide weer tot in de hemel. En ja, in 2000... plofte dat in elkaar door de beurscrash wereldwijd. En de overeenkomst is dat het allemaal gebaseerd is op geleend goedkoop geld. Toen krediet, en nu weer, hè? Ja, ja, ja. Ja. Dus als u minister Donner hoort zeggen, die pensioenen, we geven die pensioenfondsen 5 jaar de tijd en dan is de kans groot dat dat weer goed is gekomen, dan zegt u? Nou, dat denk ik dus niet. Ik denk dus dat wij een periode tegemoet gaan van deflatie en waarin de beurzen dus blijven kwakkelen. Ik denk dat er nog nieuwe dieptepunten worden bereikt op de beurzen wereldwijd. En dat ook de rentes verder zullen zakken. Ja. Minister Donner, u bent ook een kenner van die historie. Heeft u zich goed in verdiept. Als u dit hoort, wat is uw reactie hierop? We moeten oppassen om ervan uit te gaan dat de geschiedenis zich herhaalt. Nogmaals, natuurlijk, er zijn een aantal overeenkomsten. Het is ook de beeld van CPB in ieder geval als we kijken naar wat is nu de diepte van deze crisis, dan dringt inderdaad de vergelijking met de jaren 30 zich op. Uw premier zegt het ook, hè, Balkenende? Nee, dat klopt. Dus dat is, maar dat betekent niet dat het mechanieke, de dynamiek, ook dezelfde is. U hoopt dat het niet zo is? Of verwacht u dat het gewoon niet zo zal lopen zoals toen? Het is niet alleen een kwestie van hoop, het is ook niet een kwestie van verwachting. Ten dele, toekomst is niet iets wat buiten ons staat, maar wat voortkomt uit wat onze beslissingen, ons handelen nu, die we meenemen op basis van verwachtingen. Als we gaan verwachten dat we nu 10 jaar een depressie ingaan, dan zullen we die ook ingaan. Ja. Dat betekent niet dat we maar gewoon kunnen zeggen, we verzinnen wat anders. En dan zal dat gebeuren. Nee, maar je zult eraan moeten werken. Wat zijn de verschillen met pijn doen, het zal moeite kosten. Toch het feit dat we een veel geïntegreerde Europese economie hebben, dat we wat dat betreft een euro hebben die nu juist voorkomt dat alle munteenheden uit elkaar lopen. Dat we ook wat dat betreft veel minder nationale economieën hebben. Dat zijn weer verschillen met die periode. We hebben de euro, die redt ons in deze crisis. Kan dat? Ik ben met meneer Donner eens, even vooropgesteld dat ik ook niet hoop dat mijn scenario uitkomt. Dat zegt u ook in het boek. Ja. Ik hoop het niet, maar ik denk het wel. Ja, helaas, dat moet ik wel toegeven. Maar de euro is inderdaad in mijn optiek een antwoord op de dollar geweest. De Amerikanen konden doen en laten wat ze wilden. En de euro is een zeer goede ontwikkeling, heb ik altijd gevonden. Dat zal de pijn wel verlichten, maar het zal niet alles voorkomen. Ja. Want oké, we zijn minder nationalistisch, we kunnen het meer op Europees niveau regelen. Maar dat betekent ook dat de problemen zijn ook veel groter.
Ja. Die waarschuwing, hè, wat u net voorlas. U zult zich moeten voorbereiden, ook in Nederland, op zaken waar je nu niet eens over durft te fantaseren. Geef eens voorbeelden dan. Wat kan ons treffen? Hoe treft ons deze crisis? Nou, ik denk bijvoorbeeld de huizenmarkt. Je ziet in Nederland hoe hoog die huizen gewaardeerd worden momenteel. En tegen welke percentages die worden gekocht ten opzichte van het salaris, denk ik dat het heel gevaarlijk is. Maar wat denkt u dan aan, concreet, aan percentages? Hoeveel denkt u gaat er vanaf gemiddeld van die huizenprijs de komende jaren? Ik denk dat de huizenmarkt in Nederland minimaal 30% gaat zakken. Dat hebben we nog niet eerder gehoord. Bent u ook zo somber daarover? Ja, daar moet ik u eerlijk zeggen, daar kun je op deze wijze ook niet over speculeren. Het is inderdaad zo dat in de Amerikaanse huizenmarkt je die ontwikkeling ten dele ziet. Maar daar zat dan ook een probleem in. Een huisprijs die gevoed was door wel bijna gratis hypotheken die je kon krijgen in de eerste jaren. Dat hebben wij nu ook weer niet gehad in Nederland. Dus ook daar over parallellen zijn. Misschien dat we dat achteraf moeten concluderen. Maar ik zit op dit meer, denk van de tak, van hoe pakken we het aan? En dan kunnen we later gaan analyseren. Zijn de oorzaken hetzelfde? Zijn de verschijnselen hetzelfde? Nogmaals, dat is niet de miskenning van het boek. Nee. En dat je ervan kunt leren. Maar we moeten nu eerst beginnen niet bij de pakken neer te zitten. Want als je nu bij de pakken neer gaat zitten, kom je straks niet meer overeind. Dat ben ik helemaal met u eens. Ik denk ook dat we dat zeer zeker niet moeten gaan doen. En ik denk wat politici sowieso niet moeten gaan doen. Ik denk dat we het probleem moeten onderkennen. De grootte van het probleem, dat we eigenlijk op een depressie afsteven en niet op een recessie. En ik denk dat de politici gewoon de handen ineen moeten slaan en de schouders eronder moeten zetten om dit probleem gewoon te tackelen. U zegt in een interview in de Volkskrant vorige week zaterdag, je moet nu niet luisteren naar politici en economen. Je moet luisteren naar historici, want die weten wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat, zo heb ik het niet gezegd, ik heb gezegd van nou, iets minder luisteren naar politici en economen en iets meer naar historici. Ja, tot slot, minister Donner, u heeft een fantastisch advies gekregen misschien wel in uw leven. Uw opa was minister van Justitie tot 1933 in het kabinet De Geer. Hij maakte die crisis volledig mee. Heeft u ooit aan hem gevraagd, wat doe je in zo'n situatie? Niet in die termen, maar inderdaad wel dat hij ook verhaald heeft over hoe het kabinet toen reageerde. Ik hoop niet dat u nu de conclusie trekt, zodra er een donder in het kabinet zit, hebben we een crisis. Dat begint er wel op te lijken. Maar nog één vraag dan. Uw opa, minister van Justitie, en het kabinet wilde hard bezuinigen. En het kabinet ook. Daar is het kabinet geloof ik zelfs op gevallen. Gaat dat nu weer gebeuren? Nou, het kabinet trof toen een aantal maatregelen, inderdaad, om overheidsuitgaven terug te dringen. Onder andere in de omvang van het justitiële apparaat. Ik weet niet of we dat nu weer zullen gaan doen, het justitiële apparaat beperken. Maar dat aan de andere kant, ja. We wel zullen moeten beginnen met hoe krijgen we weer een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Dat is onvermijdelijk. En bezuinigingen horen daar misschien wel bij? Nou, ik weet niet hoe we het anders wou doen. Dus dat mogen we alvast opschrijven, dat over 3 weken, als de nieuwe plannen bekend worden gemaakt van het kabinet. Nu zegt u gewoon, dit is niet een kwestie van 1 jaar, 1 maand en dan zijn we er weer uit. Nee. Maar als u het CPB voorspelt dat we volgend jaar 40 miljard in het saldo inlopen, dan kunt u ook zien dat is in wezen ook een stimulans van 40 miljard aan de economie. Maar die zullen de latere generaties dan wel moeten betalen. Duidelijk. We wachten af op uw plannen. Zeer bedankt bij de voor het commentaar. Dank u.